Welkom bij de review show van UFC 300 hier vanuit Las Vegas, Nevada. En je hoort het goed, mijn stem is een beetje weg. Die van Stefan Struve misschien ook wel. Want Stefan Struve, wat in vredesnaam hebben wij vanavond allemaal meegemaakt? Ja, van alles en nog wat. Die main card die deed ons echt een paar keer helemaal compleet als ons dag gaan natuurlijk. Ja. Momenten dat we totaal niet aanzagen komen. Dat we helftjes, misschien een klein beetje slaap hadden gezust. Alhoewel natuurlijk hoe Gaethje en Holloway toen al aan het losgaan waren. Maar ja, zo'n stoot verwacht je natuurlijk nooit meer dat een van de twee nog neergaat. Ongelooflijk. Voordat we alle gevechten van de main card gaan bespreken, toch nog even. De early prelims waren live en exclusief te zien bij Discovery Plus met de vrienden aan UFC. Met dank aan de vrienden van UFC Fight Pass. En we hebben echt genoten ook tijdens de early prelims. Welke dingen wil je eruit halen? Ik vond Figueiredo heel sterk. Heel veel controle. Eigenlijk hele eenvoudige overwinning voor hem op Cody Garbrandt. Toch een hele goede vechter. Dus zeker een contender in zijn nieuwe gewichtsklasse. Jim Miller. Die wilde niet opgeven, hè? Die wilde niet opgeven. En Bobby Green die raakte met goed zijn. Hij lag echt. Het was een fantastische partij trouwens. Bloedbad. Lag echt zwaar open. Maar ja, no quit in Jim Miller. Dus gewoon complimenten daarvoor. En moeten we niet even een debutante erbij halen? Een debutante? Heel even. Kayla Harrison. Kayla Harrison. Die... Oh man. Die was die rug zo, in die armen. Met Holly Holm. Daar word je echt bang van. Hè? Toch? Ze speelde met Holly Holm vanaf de eerste seconde. De manier waarop zij die takedowns pakte, de kracht die zij in haar lichaam heeft. En het moment dat ze die rear naked choke pakte, soms zie je mensen nog een klein beetje tegenstribben. Als zij te hard knijpt, dan scheidt ze gewoon haar hoofd van haar rom, denk ik. Want zij is echt eng. Wat een debuut in de UFC. Welkom Kayla Harrison. Fantastisch verhaal ook. Check vooral de interviews ook op UFC op Eurosport. Adam van TNT had een fantastisch interview met haar eerder in de week. Is een mooie persoon. Absolute toevoeging voor de UFC. Laten we dan gaan naar het main event. Of de main card. Ja. Main event gaan we zo doen. Main card. Bo Nickel. Was niet iedereen het mee eens. Uh-huh. Dat hij op de main card stond van UFC 300. Ja, neem je toch een risicootje mee. Maar goed, ze willen hem bouwen. Langzaam, stap voor stap. Met een betere tegenstander nu. Deed er wat langer over dan de mensen hadden gedacht. Maar gewoon een hele goede finish. Ik had eerlijk gezegd liever Jiří Procházka gezien. Op de main card tegen Rakic. Dat was natuurlijk een fantastische partij. Was. Het publiek ging compleet uit zijn dak. Hier had het ook alle reden toe natuurlijk. Maar wel weer een statement van Bo Nickel zonder al te veel moeite. Op naar de volgende. Vroeg nu om Kopilov of Anthony Hernandez. Dat is wel echt een beste stap omhoog. Dus, want hij kreeg kanonnenvoer vandaag, toch? Ja, dat was het wel. Maar het was wel. Het is een jongen die wat kan. Een aantal mooie finishes op zijn konto staan. Alleen, je ziet dat er heel veel in zit. Alleen, er moet ook nog heel veel ontwikkeld worden. Wel mooi wat hij ook zei, hè. Mensen waren niet blij met hem. Joelde toen hij de octagon binnenkwam. Joelde toen hij won. En toen zei hij, hey, iedereen die me nu uitloopt te joelen. Ja. Ik ga jullie harten veroveren en ooit gaan jullie voor mij juichen. Over 5-6 wedstrijdjes, wacht maar even af. Dan vecht ik voor de titel. Zo is het. Dan naar de volgende partij. En dat was natuurlijk oud-kampioen Charles Oliveira tegen Armand Tsarukyan. Charles Oliveira, populairder misschien wel in Amerika dan in Brazilië. In ieder geval hier mega populair, de hele week al. Alleen, Armand Tsarukyan, wat heeft die laten zien? Ja, fantastische vechter, maar dat wisten we al natuurlijk. We hebben hem tegen bijvoorbeeld onze Poolse vriend in actie gezien. Ik kom even niet op zijn naam. Dat was een van de beste partijen die ik ooit gezien heb. Ja. Tsarukyan tegen Gamrot. Ja, daar is hij. Het duurde 10 seconden. Ja, ik zit nog helemaal in mijn hoofd bij 300. Maar dat was zo'n fantastische partij. Misschien wel de beste partij van dat jaar. Maar als je dan tegen Charles Oliveira in de eerste ronde in een guillotine komt. Die zo diep zit. Ja, die zat heel diep. Je weet je daar uit te vechten. En je weet het zo om te draaien. Te domineren. Ja, dan laat je zien dat je uit het juiste hout gesneden bent. We wisten het ook al, onze partij tegen Makachev. Zijn allereerste partij in de UFC was natuurlijk ook fantastisch. En die rematch moet nu echt gaan komen. Gaethje gaat niet voor die titel vechten. Misschien Dustin Poirier, maar als je het mij vraagt, Makachev tegen Tsarukyan. Eind oktober Abu Dhabi, Makachev tegen Tsarukyan. Ja, maar ik zat net te denken, eind oktober, dat is nog ver weg. En, zeker. Het gerucht ging eerst dat Makachev zijn titel zou verdedigen in juni. Ja. We kunnen ook gewoon eventjes tussendoor Tsarukyan tegen Poirier doen. En de winnaar daarvan? Kleine suggestie. Oké. Dana White, je weet. Als je nog een match mee kunt doen. Heel goed. Ik heb soms wel een ideetje. Ja, zeker. Nou, laten we dan gaan naar de BMF-title. Wij zeiden vooraf, je hoeft niet
deze mannen tegen elkaar te laten vechten om een BMF-title. Maar goed, de UFC beslist, baddest motherfucker, wie is het? Justin Gaethje, houder van de belt, komt tegenover Max Holloway te staan. Ja. Iedereen, 90% zegt, Justin Gaethje gaat winnen. Ja. Max Holloway, 5 ronden lang eigenlijk de sterkste. Mensen zijn denk ik een beetje vergeten hoe goed Max Holloway is door die verliespartijen tegen Alex Volkanovski. Als hij Volkanovski niet was tegengekomen, en dat is natuurlijk als, toch? Ja, goed, dan had hij nu Ilia Topuria tegengekomen. Ja. Als misschien wel zijn kryptonite. Maar dat is de partij die ik heel graag wil zien. Want stilistisch gezien, ik zou hem ook wel graag tegen Makhachev willen zien. Maar stilistisch, Ilia Topuria, wat hij heeft laten zien tot nu toe in de UFC, is echt bizar natuurlijk. Kan fantastisch boksen. Tegen de beste bokser misschien wel in de UFC. Maar ik moet ook zeggen, Max Holloway op lichtgewicht. Normaal heeft hij een weight cut. Dat hij dus eigenlijk, zie hem lopen tijdens Fight Week. Dan kan hij zo een rolletje in The Walking Dead spelen. Vandaag zag hij er goed uit. Hij zag er de hele week goed uit. Ja. Echt groter de laatste keer dat hij op lichtgewicht vocht. Vocht hij tegen Poirier, maar dat was op een paar weken nodig. Toen was hij een klein nu beetje, heeft hij de tijd gehad. Een klein beetje mollig. Nu zat er echt geen grammetje vet op. Afgetraind. Grotere benen, grotere rug. Meer power ook, dat hebben we gezien. Over de benen gesproken, het was het einde van die eerste ronde. Ja. Die trap van het, die was eigenlijk een trap op het lichaam van Gaethje. Alleen Gaethje ging voorover en belandde poep op zijn neus. Het is een trap die Holloway vaker gebruikt in zijn wedstrijden. En zoals je zegt, naar het lichaam. Alleen als je tegenstander naar beneden gaat, ja, prima. Vol op zijn neus, brak zijn neus naar de eerste ronde. Ja, dat was, hij kon zijn ogen open houden. Ja. Over die ogen gesproken, 2 eyepokes ook nog van Max Holloway. Als je dat er ook nog even over denkt. Maar dat tekent wel toch, Gaethje? Ja, als je dan in de wedstrijd weet te blijven, terwijl het zo tegen zit en je weet jezelf daar overheen te zetten. Ja, heel veel respect voor Justin Gaethje. En hij kwam goed terug, die vierde ronde. Toen waarschuwde hij Max nog even, sloeg hij hem bijna neer. Hij sloeg hem een soort van neer. Ja. En dat is eigenlijk nog nooit gebeurd. Nog nooit een knockdown gescoord tegen Max Holloway. Maar in de UFC, hè? De laatste 10 seconden. De meest krankzinnige 10 seconden in de historie van de UFC. Ah, Max zeg Holloway heeft. Ja, nu wel. Max Holloway heeft het al vaker gedaan natuurlijk. Dat hij naar de grond wijst. Laatste 10 seconden. Kom dan. We gaan nog even helemaal los. Ja, en toen ging het echt helemaal los. En wij dachten, waarom doe je dat? Maar goed. Ik ben volgens mij mijn broek gescheurd. Maar de allerlaatste klap. Oh man. De allerlaatste klap van Max Holloway. Je hoort mijn stem is gewoon weg. En hij slaat het licht uit de ogen van Justin Gaethje. Stefan, jij hebt nog veel meer meegemaakt dan dat ik heb meegemaakt met de UFC. Maar dit was een iconisch moment. Hier gaan we het nog jaren over hebben. Nee, 100%. En als iemand zoiets verdient, dan is het natuurlijk Max Holloway. En als iemand het niet verdient, dan is het Justin Gaethje. Ja, maar als je twee sieraden voor de UFC, ja, hè? Ja, 100%. En, ik ben er nog steeds van aan het bijkomen. Ja. Goed, dan het co-main event. Zhang Weili tegen Jan. Vooraf veel over gezegd. Jan natuurlijk eerder in de UFC dan Zhang Weili. Ja. Alleen, Zhang Weili pakte door, pakte de titel. Ja, leek onverslaanbaar. En in de eerste ronde leek het ook klaar te zijn. Ja. Nee, dat was echt enorm dichtbij. Misschien een halve seconde langer dan had ze echt oud geweest. Ja. Nu was de bloedtoevoer naar de hersenen ook al even onderbroken. Maar kwam ze, de schok kwam toch weer overeind. Net genoeg om Jason Herzog te overtuigen dat ze door kon gaan. We moeten even de exacte regels erbij gaan zoeken. Daar ben ik heel benieuwd naar. Dus het zag er niet heel comfortabel uit. Nee, maar goed, dan als ik het moet ontleden. Als je kijk naar Justin Gaethje, die trap krijgt einde eerste ronde en die wankelt. Dan kijken ze, oké, je wankelt, maar je kan door, je kan naar je hoek, je kan herstellen. En ik denk dat voor een verwurging die zit, maar dat je dan zo naar je hoek hobbelt, dan zou hetzelfde moeten gelden. Maar ik wil die regel echt even checken. Het duurde 5 ronden uiteindelijk. Zhang Weili behoudt de titel. Ja. Dat is geen verrassing. We hebben trouwens een gratis tip gekregen van Zhang Weili dat we een keer naar China moeten gaan. Zhang Weili, wij staan daar zeker voor open. Mooi UFC-event in China en wij zijn erbij. Ja. En dan, het main event van UFC 300. En natuurlijk, ik was in ieder geval biased. Ja, dat komt door Yusri. Yusri Belgaroui vanuit New York met het team van Alex Pereira. Natuurlijk mooie dingen meegemaakt. Hier achter de schermen deze week mooie dingen meegemaakt. Ja, jij bent gewoon de enige, gewoon tot dat moment gewoon Neil Petersen pakt zijn koffertje, die gaat naar New York. En die maakt die ijskoude moordenaar gewoon aan het lachen. Oh, ja. Zonder ook maar één woord gezegd te hebben. Ik keek hem alleen in zijn ogen. Vandaag ook zijn ogen weer, hè? Met de opkomst van Alex Pereira. Die opkomst was, die opkomst duurde sowieso langer dan het gevecht. Maar die opkomst was fantastisch. Die ogen van Alex Pereira. En er zat zoveel in natuurlijk, hè? We hebben het al eerder gezegd. Jamal Hill,
versloeg zijn coach, zijn leermeester, Glover Teixeira. Ja. Glover Teixeira vond het allemaal prima. Maar bij Alex Pereira zat dit in zijn hoofd. En de partij, het leek de eerste ronde een beetje aftasten te zijn. Wie gaat wat doen, wat doen. Toen kwam er een trap van Jamal Hill. De lage regionen. De lage regio. De ballen van Alex Pereira werden getoucheerd. En toen zei Alex, laten we doorgaan. Herp, nee, laat me zitten. Laat me doorgaan. En wat er vervolgens gebeurde, Stefan? Ja, goed. Je moet hem je niet uit laten rekenen. Dat hebben we eerder gezien. En dan ga ik toch ook naar die trap. Dan misschien dat Jamal Hill heel even een klein beetje afgeleid was. Ook omdat hij de scheidsrechter zo wegduwt van... En dan komt hij weer op je aflopen. Dat je denkt van, shit. Maar hij gooit die linker met zoveel gemak. En er zit zoveel kracht in. Je ziet Jamal Hill achterover vallen. Alsof hij geraakt is door een sloopkogel. Ja, dat zijn het natuurlijk ook gewoon. Hands of stone, Poetan. Wat een monster. Ronde 1. Main event UFC 300. Beslist in het voordeel van onze Braziliaanse vriend. Die vervolgens riep. Misschien ga ik wel nog even een divisie omhoog. Ja, ik wil deze belt sowieso verdedigen. Lijkt me ook handig. Misschien nog een paar mooie title defenses. Ja. Dan is hij gewoon een van de beste ooit in die divisie natuurlijk. En hij staat er dus voor open om naar het zwaargewicht te gaan. En daar staan natuurlijk gewoon hele leuke partijen uit. Wel hele moeilijke partijen voor hem. Want ja, de top van die divisie is nu John Jones, Stipe Miocic. Tom Aspinall. Ja, Sergey Pavlovich mag je ook al meenemen. En dat zijn wel allemaal mannen. Ciryl Gane. Ciryl Gane is een betere matchup voor hem dan. Ja. Maar Tom Aspinall heeft een fantastische takedown in huis. John Jones, hetzelfde verhaal. Stipe Miocic, hetzelfde verhaal. Dat wordt natuurlijk wel even een ander verhaal. Maar ja, als je geraakt wordt door die linker... We kunnen Aspinall nooit meer onderschatten. Dat is één ding dat zeker is. Als je UFC 300 moet samenvatten, hoe zou je het doen? Ja, fantastisch. Gewoon, het heeft geleverd. Je weet nooit hoe zo'n evenement gaat, maar gewoon fantastisch. Het had alles wat je wil zien als je naar een UFC-evenement gaat, zat in UFC 300. En ik vind het echt mooi. Voor de mensen die de live-uitzending hebben gezien, het komt zelden voor in mijn leven dat ik overtoept word door iemand die nog enthousiaster is. Stefan Struven was het de hele avond met iemand die de hele week amper heeft geslapen in Las Vegas vanwege de jetlag. Lekker de jetlag, man. Maar het was historie. Het was fantastisch om bij te zijn. Ik heb er eigenlijk gewoon geen woorden meer voor. Nee, maar als je aan het bijkomen bent na een evenement, zo, dan... Hoor je mijn stem? Ja, het ik is heb goed. Zelf ook last van. Ja, heel goed. Dit was hem dan. De review show van UFC 300. Zoals Stefan al zei, het was fantastisch. En ik kan gewoon niet wachten op de volgende events. Voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende.